voor het laatst aan het ontbijt in Culemborg. Ondertussen zijn de verhuizers al druk bezig. Mevrouw Vizé en mevrouw Beverlo wachten rustig af op wat er gaat komen. Het is niet zo dat ik hier niet naar mijn zin gehad heb, maar ik ben met papa in Beest gekomen en hij is daar overleden. Dus ik wou toch weer terug gaan. Terug naar huis, is ook zo. Ja, we hebben het goed gehad, maar we verlangen toch naar huis. Het project wordt geleid door Gerry Nijhoff, die blij is met de nieuwe locatie. Iedereen die steekt de vlag uit en iedereen heeft zoiets, yes, wie wil niet in zo'n prachtig huis werken als wat er nu staat. Van deze plek in Culemborg dus terug naar het vertrouwde Beest. Daar is het een drukte van belang. Mevrouw Termeer is de allereerste en haar nieuwe woonruimte is al behoorlijk ingericht. Het is een mooi huis, echt wel. Maar andere bewoners moeten nog beginnen. Het is een prachtig huis. Nou, en de mensen kenden ik, want de meeste zijn die ik al kende. Dus ik vind het heerlijk. En ook mevrouw Beverlo is inmiddels gearriveerd. Ze tekent hier voor haar nieuwe verblijf. We hebben er echt naar uitgekeken. Welkom in Beest, het wordt een groot feest. Woensdag zullen er ruim 50 bewoners terug zijn in Beest.